Wist jij dat de Amerikaanse legerleiding van plan was geweest om een atoombom tot oplossing te brengen op de maan? Het project was ultra geheim, had als codenaam A119 en vond plaats eind jaren 50 tijdens de Koude Oorlog. En op dat moment liep het Amerikaanse ruimtevaartprogramma namelijk hopeloos achter op dat van de aardvijand, de Russians, die al met succes de eerste Sputnik-satelliet de ruimte in hadden gestuurd. En men dacht dat een nucleaire explosie vanuit de maan niet alleen een moreel opkikkertje zou kunnen zijn voor de Amerikaanse bevolking, maar ook gelijk een dikke vinger naar het adres van de Sovjet-Unie. Wetenschappers gingen aan de slag om te berekenen welke kernbom daarvoor het beste geschikt was en ook hoe die ontploffing vanuit de aarde te zien zou zijn. Anders heeft het helemaal geen zin. Van project A119 is niks terecht gekomen. Bang als men was, voor de desastreuze gevolgen mocht het misgaan. Scene eens voor. <middels>